Lego, wie heeft er niet mee gespeeld? Nou, misschien jij niet, maar anderen wel. En daar kun je ontzettend mooie kunstwerken mee bouwen. Maar zou je er ook een atoom mee kunnen bouwen? Een atoom met een kern die straalt? Nee, dat kan niet. Daar gaan we deze keer over hebben: de bouwsteen van het atoom en hoe je nou straling uit die kern kunt krijgen. We beginnen met de kern. Ja, de kern die in het atoom zit, want daar komt die straling uit. En die kern die zit dus midden in het atoom. En je ziet dat de kern bestaat uit protonen, lading plus 1, en een neutron, lading 0, oftewel neutraal. En eromheen cirkelen de elektronen. En we kijken eventjes naar de kern en je ziet dat hier 11 protonen zitten. We noemen dat het atoomnummer. Atoomnummer is 11, hoofdletter Z wordt als symbool gebruikt. En als je dat opzoekt, atoomnummer 11, dan weet je meteen, het gaat over natrium, symbool Na. Dus het atoomnummer bepaalt ook het type stof. Maar het atoomnummer bepaalt ook de lading van een kern. En hier, 11 protonen, is dus een lading 11e. En ik hoop nog dat je weet wat 1e is. 1e is gelijk aan 1,6 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. Staat natuurlijk weer in Binah's tabel 7. Behalve het aantal protonen is ook van belang het aantal neutronen. In dit geval hier 9 en dat is de hoofdletter N. Je zult hoofdletter N minder vaak tegenkomen. Van belang is vooral het totaal. Het aantal protonen plus het aantal neutronen, hier 20. En dat is het massegetal, hoofdletter A. En je ziet dat het massegetal gelijk is aan het aantal protonen plus het aantal neutronen. Dus 20. En dat gecombineerd kun je natrium noteren op deze wijze. Het atoomnummer linksonder, massa linksboven en daarna het symbool. In het algemeen. Dus op deze manier, ja, nogmaals, massegetal, atoomnummer en daarnaast het symbool. Je hebt ook alternatieve schrijfwijzen die je tegen kunt komen. Dan wordt die 11 meestal weggelaten, want het punt is, als je natrium opschrijft, dan weet je meteen al van, oh, dat is atoomnummer 11. Dus schrijfwijze natrium 20, dat kan, of deze dat je die 11 gewoon weglaat. De massa is 20. Maar wat voor eenheid is er dan? Nou, de eenheid die hier wordt gebruikt is de kleine letter U. En de kleine letter U is de atomaire massa-eenheid. Hoeveel kilogram is dat? Natuurlijk kijk je dan weer naar Binah's tabel 7, alleen naar 7b. En daar staat dus hier, ja, hier zie je dus 1 U is gelijk aan 1,66 keer 10 tot de macht min 27 kilogram. Dus behoorlijk weinig. Je ziet hier trouwens ook meteen dat proton en neutron net niet 1 U zijn. En je ziet trouwens ook meteen dat het neutron iets zwaarder is dan proton. En het elektron is veel en veel lichter dan de massa van een proton of neutron. We kijken naar het meest simpele atoom wat we kennen: waterstof. Maar één proton en één elektron. Het symbool voor waterstof. Denk eens in wat het zou zijn. Precies, 1, 1H. Dus één proton, dus onderaan komt N1 te staan. En het totaal aantal deeltjes is dus ook 1. En het symbool voor waterstof is hoofdletter H. Nu kunnen we er stiekem een neutron tegenaan vastplakken. Eén neutron extra betekent dat de lading niet verandert. Het atoomnummer blijft ook gelijk. Oftewel, de eigenschap voor dit soort waterstof blijft ook gelijk. Maar de massa neemt 1 toe. Dat betekent dus dat in het symbool linksonder een 1 blijft staan, maar linksboven komt een 2 te staan. Dit type waterstof wordt deuterium genoemd, ook wel eens zwaar waterstof genoemd. We kunnen zelfs nog een derde erbij doen. En dan krijg je dus dat de massa 3 wordt en dit wordt tritium genoemd. Dit soort atomen met dezelfde atoomnummer, maar verschillende massa's, dat worden isotopen genoemd. Een isotoop, hier staat het, cel atoomnummer,
waar de massa verandert. En die staan in binas, namelijk binas tabel 25. En die gaan we even bekijken. Kijk, hier is de eerste bladzijde. Er zijn heel veel bladzijden, er zijn ook redelijk veel isotopen. En je ziet hier inderdaad waterstof met zijn drie verschillende isotopen. Daaronder staat bijvoorbeeld koolstof. En je ziet meteen bij koolstof, symbool C natuurlijk, het atoomnummer staat beschreven, is 6. En als je eventjes telt, zijn er 5 isotopen. Ja, 5 isotopen, ieder met zijn eigen massa. En bijvoorbeeld als je een massa van 10 U hebt, en het atoomnummer is 6, oftewel het aantal protonen is ook 6, betekent dus dat er nog 4 deeltjes over moeten zijn. Oftewel, er zijn 4 neutronen en zo kun je dus bij ieder isotoop kun je het aantal neutronen op een eenvoudige manier bepalen. We hadden het over de kern, we hadden het over de straling. En de straling uit de kern die kan worden gebruikt om een ander atoom te beïnvloeden. Kijk, die gaat op deze manier. Kijk, daar gaat de straling en pats, weg is de elektron. En dat soort straling, wat een elektron weg kan schieten, dat wordt ioniserende straling genoemd. Ja, er blijft een ion over. Een ion is een atoom met een lading, omdat die een elektron mist. Er zijn diverse soorten ioniserende straling. De eerste die we gaan bespreken is de röntgenstraling, ook wel als X-straling genoemd. Röntgenstraling, dat is elektromagnetische straling. Het is in feite de familie van het licht en betekent dat die röntgenstraling net als licht met lichtsnelheid zich voortplant. Kijk, hier heb je het hele elektromagnetische spectrum en hier zie je de X-rays, de röntgenstraling. En je ziet inderdaad dat het zichtbaar licht hier is, dus het is inderdaad één van de soorten elektromagnetische straling. Naast de röntgenstraling zie je hier de gammastraling staan. Gammastraling is de tweede soort die we even gaan bespreken. Gammastraling is eigenlijk precies hetzelfde als röntgenstraling, dus ook elektromagnetische straling. Het enige verschil is dat de gammastraling een grotere frequentie heeft en dat houdt ook in dat hij meer energie heeft. Maar het is en blijft gewoon elektromagnetische straling. Deze twee worden ook gebruikt in bijvoorbeeld de medische wereld. Röntgenstraling, nou, je ziet hier al de röntgenfoto en gammastraling wordt ook gebruikt voor het beeldvormen van het innerlijk van de mens. En dit soort straling kan dus kunstmatig worden opgewekt en gebruikt voor het maken van onderzoek. Deze soort straling worden echter ook opgewekt, bijvoorbeeld ergens in de kosmos en die komen dus vanuit het heelal de aarde binnen of ook in gesteenten van de aarde zelf. Daar komt ook straling uit. Dat is dus straling die altijd om ons heen aanwezig is. Het heet dan ook achtergrondstraling. Deze straling is altijd aanwezig, maar de intensiteit is dusdanig dat het niet gevaarlijk is. Twee soorten straling gehad, nog twee te gaan. De eerste die we bespreken is de alfastraling. Alfastraling bestaat uit deeltjes, namelijk heliumkernen. Kijk, dit is zo'n heliumkern bestaande uit 2 protonen en 2 neutronen. Het is dan ook een geladen deeltje. Plus 2 is de lading van de alfastraling. Dat is een groot verschil met de röntgen- en gammastraling, omdat die geen lading hebben. De vierde straling is ook geladen, want de beta-straling, zoals ze deze noemen, die bestaat uit elektronen. En een elektron is, zoals je weet, negatief geladen. Dus de laatste twee, dat zijn de deeltjes. En de eerste twee zijn geen deeltjes, is straling. Een groot verschil tussen deze type stralingen. Die stralingen die komen uit de kern van een atoom. Althans, het kan uit een atoom komen. De röntgenstraling is in feite specifiek iets voor gammastraling, dus die laat ik even achterwege. Maar deze drie stralingen, dat zijn de kernstralers. Die komen dus uit de kern van een radioactieve stof. We gaan een aantal eigenschappen bekijken van deze type stralingen. En het eerste eigenschap is doordringend vermogen. De naam zegt het al, ja, hoe makkelijk kan zo'n straling doordringen in een stukje stof? En we kijken eerst naar
De alfastraling. Ja, je ziet daar het alfadeeltje redelijk groot. En dat het redelijk groot is, kun je het ook redelijk makkelijk tegenhouden. Kijk, als je een stukje papier hebt, komt het geheid niet doorheen. Dus alfastraling heeft maar een klein doordringend vermogen. En hoe klein dat is, nou, het kan nooit door huid heen. Maar je ziet hè, maximaal 0,2 mm en meestal veel en veel minder. Dat is het alfadeeltje. We gaan nu kijken naar het beta-deeltje. Beta-deeltje is veel kleiner, dus kan veel moeilijker tegen worden gehouden. Maar als je een plaatje aluminium hebt, een stukje metaal, dan is het wel voldoende. Dus het is kleiner, dus het heeft een groter doordringend vermogen. Want het is een kleiner deeltje dan het alfadeeltje. Ja, wat is dan doordringend vermogen? Nou, in huid is het al snel 5 tot 50 mm, dus een beta-deeltje komt wel door de huid heen. Die afstanden, dat wordt de dracht van het deeltje genoemd. Ja, dus hoeveel millimeter of hoeveel centimeter dringt het deeltje door, dat noemen we de dracht van het deeltje. Nou, alfa gaat, beta gaat, blijft nog één over, namelijk, en dat is de gammastraling. Je ziet, gammastraling vliegt door alles heen. Kan het worden tegengehouden? Nou, tegengehouden. Het kan behoorlijk verzwakt worden, dat in de praktijk het gewoon wordt tegengehouden. Lood, dikke lagen beton kan ook, maar hoe dan ook, ja, gammastraling heeft een zeer groot doordringend vermogen. Ja, het zijn geen deeltjes en het gaat met lichtsnelheid. Dus, en omdat het geen deeltjes, is het ook geen dracht bij een gammadeeltje. Want ja, dracht is voor een deeltje. Ja, dus dracht alleen bij alfa, beta, gammadeeltje heeft geen dracht. Maar we spreken wel over doordringend vermogen. Vervolgens heb je het ioniserend vermogen. Nou, een alfadeeltje, ja, hier zie je hem weer, die is behoorlijk groot. Dus als je door een atoom heen gaat, heb je een behoorlijk grote kans dat hij zo'n elektron weg kan schieten. En dat betekent dus dat het een groot ioniserend vermogen heeft. Het beta-deeltje, elektron, is klein. Dus heeft minder kans dat hij een elektron raakt. Ja, in deze animatie wel, maar vooruit. Hè? Dus een beta deel heeft een klein ioniserend vermogen. Ja, omdat het een klein deeltje is. En tenslotte het gamma deeltje, of deeltje. De gamma straling moet ik natuurlijk zeggen. De gamma straling, want het is geen deeltje. Hè? Dus de gamma straling heeft een zeer klein ioniserend vermogen. Het is geen deeltje, dus hij kan niet echt spreken over een botsing met een elektron. Ioniserend vermogen, doordringend vermogen, zaken om rekening mee te houden, want straling kan de gezondheid schaden. Dus je moet eigenlijk meten hoeveel straling ontvang je. En dat kan bijvoorbeeld met een dosis of meter of zogenaamde stralingsbadge. Dat is een fotogevoelige film. En die fotogevoelige film die wordt afgeschermd door een laagje mica. Dat is in feite een laagje waar ieder soort straling doorheen kan, zelfs alfastraling. Het wordt voor een deel met karton tegenhouden. Karton houdt alfastraling tegen, beta-straling niet. En het wordt afgeschermd met lood. En lood, zeker dat de beta er niet doorheen gaat, en gamma gaat er wel een klein beetje doorheen als je het lood niet te dik maakt. Dat betekent dus dat die stralingsgevoelige film, ja, die heeft in drie stukjes alfa, beta en gamma. Oftewel, je kunt aan de zwarting van de stralingsgevoelige film zien welk type straling er opgevallen is. En op die manier kun je zien hoeveel straling is er geweest gedurende een bepaalde periode. Iets makkelijker is de Geiger-Müller-teller. Nou, de Geiger-Müller-teller die gaat gewoon tellen hoeveel stralingsdeeltjes er per minuut gaan. En die krijgt meteen een indruk van hoeveel straling is er. En dat is dan ook een verschil tussen die twee methodes. De dosismeter, stralingsbadge, dat gaat over langere tijd. En een Geiger-Müller-teller, dat is op het moment zelf. Zo, dit is toch wel weer mooi. Mooi moment om af te sluiten dus. Bedankt voor het horen en wellicht tot horens.